Nee, school begint bijna weer. Hallo lieve mensen en welkom terug op het Hogeschool van Amsterdam YouTube kanaal. Het is echt zover, de laatste week van de vakantie is begonnen. Ik ben mezelf mentaal aan het voorbereiden om weer te beginnen. Om het vakantiegevoel zo lang mogelijk vast te houden, ken je het misschien wel. Het uitstellen van de dingen die je nog moet doen voordat school begint. Dit heb ik ook gedaan en het is echt tijd dat ik nu mijn dingen ga regelen. Daarmee heb ik een lijst gemaakt met de dingen die ik nog moet doen en die wil ik vandaag graag met jullie delen. Vandaag, Jane's list on what to do before school. Nummer 1. Herinschrijven. Ik ga naar mijn tweede studiejaar en het is heel erg belangrijk dat je hiervoor herinschrijft voor je studie. Dit kan heel gemakkelijk via Studielink. Houd er rekening mee dat dit uiterlijk kan tot en met 31 augustus. Nummer 2. Rooster en klas checken. Nadat je inschrijfbevestiging hebt gehad via de HVA-mail, krijg je al snel de klasindeling voor het nieuwe jaar. Hierin kun je zien wie je nieuwe SLB'er is en in welke klas je zit. Met je nieuwe klassencode kun je via rooster.hva.nl zien wanneer en waar jouw lessen weer beginnen. Nummer 3. Boeken bestellen. Zodra je hebt heringeschreven en in je rooster hebt gezien welke vakken je dit jaar hebt, kun je je boeken gaan bestellen. Het is echt aan te raden om dit te doen voordat school begint. Want zo zul je niet direct achterlopen op de stof. Je studieboeken kun je makkelijk bestellen via studystore.nl. Hier vind je ook heel gemakkelijk de boeken die horen bij jouw studie- en leerjaar. Nummer 4. Je studentenreisproduct instellen of activeren. Voor de mensen die dit jaar voor het eerst gaan studeren is het belangrijk om je studentenreisproduct aan te vragen via studentenreisproduct.nl. Hier kun je makkelijk vinden hoe je dit moet doen. Voor de mensen die al studeren kun je op deze website makkelijk zien hoe lang je nog recht hebt op je studentenreisproduct en kun je hem omzetten van weekendabonnement naar weekabonnement en andersom. Nummer 5. Schoolspullen kopen. Zelf vind ik het handig om voordat school begint een aantal essentiële schoolspullen in huis te hebben, zodat ik die gelijk mee kan nemen naar het eerste college. Natuurlijk is het leuk om veel schriften, stiften, pennen en etuis aan te schaffen, maar begin bij de basis. Voor mij zijn een aantal goede pennen, een collegeblok, een aantal markers en een opbergmapje een goede basis. In het begin kocht ik veel meer en bleek ik dit allemaal niet nodig te hebben. Kijk ook op de Mijn HVA pagina van jouw studie wat zij verder aanraden. Nummer 6. Voor als je nieuw bent, inschrijven voor het Kersvers Festival en een kaartje kopen voor het eindfeest. Wat het allemaal precies inhoudt, dat heb ik verteld in een andere video. En als laatst, nummer 7. Op de hoogte blijven. Na het regelen van alle dingen die ik net heb genoemd, ben je al behoorlijk goed voorbereid. Het kan natuurlijk zijn dat er iets verandert in je rooster of in je introductieprogramma. Wist je dat de HVA je op de hoogte houdt van alles wat er gebeurt op en rondom de HVA? Je hebt de Hogeschool van Amsterdam website, de Facebookpagina en de Instagram. En natuurlijk het YouTube kanaal. Vergeet dus ook niet te abonneren om op de hoogte te blijven. Ik ga gauw aan de slag met mijn lijst. Ik wens jou een fijne middag toe en ik hoop je te zien bij Kersvers Festival op 31 augustus. Doei!